In de nieuwe Videoland-serie, Maxima, krijgen we een uniek kijkje in het leven van prinses Beatrix, toen koningin, en prins Klaus. Deze serie belooft ons een glimp te tonen van hoe hun relatie zich ontwikkelde tijdens haar koningschap. Terugblikkend op hun huwelijk, laten we de liefste foto's van dit geliefde paar zien. Het liefdesverhaal begon in de vroege jaren 60, toen prinses Beatrix en Klaus van Amsberg elkaar ontmoetten op een feest in Bad Driburg. Maar de vonk sloeg pas echt over toen ze elkaar opnieuw tegenkwamen op de bruiloft van prinses Tatjana Zu Zeen-Wittgenstein-Berleburg en prins Maurits van Hesse. Een fotograaf legde stiekem een prille relatie vast op 1 mei, waardoor speculaties ontstonden over de mysterieuze man aan de zijde van prinses Beatrix. Op 28 juni 1965 kondigde het verliefde paar hun verloving aan op Paleis Soestdijk, en zo werd duidelijk dat Klaus van Amsberg de uitverkorene was. Fotografen waren er snel bij om hun chemie op de gevoelige plaat vast te leggen, en we kunnen niet anders dan smelten bij deze mierzoete foto's. Ontdek hier het volledige verhaal over de betoverende verloving van prinses Beatrix en Klaus. Het ANP-archief heeft een deel van deze kostbare fotocollectie bewaard. Gelukkig zal het ANP binnenkort een groot deel van deze koninklijke fotocollectie digitaliseren. In 2019 werden enkele van deze prachtige foto's al tentoongesteld in de 15-delige serie Prinsen en Prinsessen uit het ANP-archief. Fotospecialist Peter van den Doel besprak wekelijks verschillende thema's en onthulde daarbij ook pareltjes van prinses Beatrix en prins Klaus.